Hoe willen politieke partijen dit jaar eigenlijk mijn stem binnenhalen? En wat hebben ze daarvoor over? Ik vraag het Jack de Vries. Toen ik zelf nog niet mocht stemmen, zag ik hem regelmatig op tv als spindokter. En bij de verkiezingen van 2007 hielp hij het CDA aan een ruime overwinning. Wij willen weten hoe je een goede campagne voert. En u bent degene die Jan-Peter Balken en de premier van Nederland heeft gemaakt. Dus hoe is dat gegaan? Hoe doe je dat? Ja, dat was natuurlijk al wel een andere tijd, maar een aantal dingen zijn nog steeds belangrijk. Wil je de grootste partij van Nederland worden, moet je onderdeel zijn van de tweestrijd. Je hebt een voordeel als je een nieuw gezicht hebt, een new kid on the block effect. Je agenda moet aansluiten bij wat de samenleving wil. Dus wil de samenleving verandering, dan moet je daar het juiste verhaal voor hebben. Ja, precies. En geld? Ja, geld is in Nederland altijd een lastig punt in campagnes, omdat het heel beperkt is wat je mag. Geld voor hun campagne krijgen partijen uit drie bronnen. Subsidie. Elke partij die heeft meegedaan aan de verkiezingen en in de Kamer zit, heeft hier recht op. Contributie. Alle partijen vragen lidmaatschapsgeld. Hoe meer leden, hoe meer inkomsten. En giften. Partijen krijgen vaak ook geld van bijvoorbeeld bedrijven. Giften boven de 4500 euro moeten verplicht worden aangemeld. En wat voor bedragen hebben we het dan eigenlijk over? Nou, de meeste campagnes zullen denk ik zo rond de 2, 3 miljoen zijn. Toen ik ooit in 2006 de campagneleider was, had ik 2 miljoen euro uitgegeven. Dat was echt huge en veel. Nou, daar is in de loop der jaren natuurlijk wel wat geld bijgekomen. Ja. Maar verder dan zo'n 5 miljoen zullen de meeste partijen echt niet komen. Maar wat ze precies met dat geld doen, dat kunnen ze ons het best zelf vertellen. Hoeveel geld geven jullie hieraan uit? Haha, dat is een hele goede vraag. En daar ga ik geen antwoord op geven. Nou ja, we hebben voor de totale campagne hebben wij zo'n 1,5 miljoen euro beschikbaar. We hebben nu net een crowdfunding gestart van 250.000 euro. Waarom wil je dat niet vertellen? Ja, omdat, kijk, weet je, één ding met campagne voeren is never talk strategy. En geld heeft natuurlijk ook iets met je strategie te maken. Waar zet je het op in en hoeveel geef je eraan uit? Maar je durft dus niet, of je wil dus niet, een bedrag noemen van dit is wat we minstens gaan uitgeven. We gaan minstens 250.000 euro uitgeven. Kun je me ook iets vertellen over de verdeling? Waar gaat het geld ongeveer naartoe? Nee, dat moet ik echt niet doen. Omdat je daarmee ook echt een inkijkje gaat geven in de, nou ja, waar het geld naartoe gaat en waar wij als partij gaan inzetten. En dat moet toch ook een verrassing nog blijven. Nu heb ik een getal gehoord van 1,5 miljoen bij een andere partij. Zitten jullie er boven of eronder? Dat kun je allemaal straks na de verkiezingen kunnen jullie daarop gaan gokken en analyses op loslaten. Nou, die politieke partijen die hebben niet zo heel veel zin om mij te vertellen hoeveel ze aan de campagnes gaan uitgeven dit jaar. Maar we kunnen gelukkig wel zien wat ze de vorige Tweede Kamerverkiezingen uitgaven. Nou, als je dan kijkt, dan zie je dat er een aantal wel echt bovenuit springen. De VVD gaf meer dan 3 miljoen uit en de PvdA bijna 2 miljoen. Maar als je alles samenneemt, kom je op 13 miljoen uit. Dat valt best wel mee. Zeker als je dat vergelijkt met wat de twee grootste supermarkten van Nederland in dat jaar aan alleen al tv-spotjes uitgaven. Dat is 130 miljoen, dus nou, dan zit je op ongeveer een tiende daarvan.